Hallo Spanks, hier begrijpen ze mijn gamers in de aflevering van Harry Potter and the Half-Blood Prince of the Half-Blood Prince. En we gaan deze toverdag maken. Wat moet ik doen? Schud de fles tot er bubbels ontstaan zoals deze. Goed gedaan. Oké, we leren dus nu een nieuw schijkende trucje. Het schudden en dan ejaculeert de fles blijkbaar te hard schudden. Te hard schudden gaat de toverbank bruisen zoals deze. Oh ja, je moet dus niet te hard schudden, hè, want ja, dan spuit hij zoals dit. Gebruik het pas als er bubbels zijn ontstaan. Druk op enter om door te gaan. Oké. Giet het bubbelende toverdrank in de ketel tot hij deze kleur krijgt. Is goed. Oh, kut. Oepsie, dat was ik niet. Dat was Ron. Plop. Druk op de linkermuis om hem los te laten om opnieuw te proberen. Nee, om door te gaan selecteer de ketel. En druk op de linkermoesknap. Oké, dat was hem. Graag gedaan, bubbeldrank. Oké, dan nog even. Ik heb beloofd dat we de uitdagingen van de tovenaarsclub gingen doen. Selecteer deze bak en til hem zo op. Rattenmild. Oh, ik moet er iets uithalen. Ik moet die mild erin gooien. Vet. Ingrediënt erin gegooid, hè. Ik doe nu dat proberen. Nee, ik vind het maar goed zo. Oké, we leren dus nu wat nieuwe scheikunde trucjes. Ik blijf het overdranken scheikunde noemen, want ja, scheikunde is het vak, jongens. Echt iets voor korsel. Wat moet ik doen? Wormen? 5? Moet ik nou 5 wormen toevoegen? 1. Hoe kan ik dat sneller doen? Of moet dat echt zo? Eentje voor eentje. Ga dan maar niet snel, moet ik zeggen. 1, 2. Nee, help! Dat was niet de bedoeling. Kan het sneller? Kan ik een... Nee, help! Help! Mensen, mijn worteltjes vallen er niet goed in. Oh god. Yes, oké, wat nu? Schud tot die rood wordt. Oké. Dat kan ik. Help, dat kan ik. Yes, okay. Ik stop dan een tijdje hoor, maar... Wat? Dat is de paarse en dan eerst een beetje schudden. Oké, waarom komen er geen... Ja, bubbels uit. En dan toevoeg tot die geel wordt. Yes! Oké, het ging ook net aan goed hoor. Oké, en de blauwe vlam. Blauwe vlam, yes. Dat is hem, de paarse vlam. Yes! Nee, ik wil... Gelukkig... Oh, nee, ik moet een ratten ding hebben. Oké, dat gaat hopelijk een stuk sneller. Ik krijg ook niet extra tijd of zo per ding dat ik erin gooi. Dus dat moet echt snel dit. Ik hoop dat ik nu een beetje tijdbonus krijg. Want daar verlies je aardig wat tijd op. Oké, ik moet het gele reageerbuisje toevoegen. Tot het groen wordt. Ik hou hem ook niet eens in het rekje, weet je, die moeite. Waarom zou ik die moeite doen? Nee, niet. Oh, boy, die zijn aandacht bij de pan, zeg maar. De pan ook. Oh, nee, help. Ik vind het niet leuk dingen in de ketel gooien, want dan ben ik heel slecht in. Het gaat niet bepaald snel. En je ziet de schaduw heel slecht trouwens. Ik ga je dood. This is how I die. Zo zal ik het loodje leggen, jongens. Oké. En nu? Nee, ik wil niet weer schudden en dan toevoegen. Oké, en dan toevoegen tot die roze wordt. Ja, net aan. Oké. Wormen, 1, worm. Toevoegen. Nee, help! Help! Harry, Ron, Hermeline, help! Oké, schudden tot die groen wordt, schudden tot die groen wordt, schudden tot die groen wordt, het is zo spannend! Oh, laatste seconde! Oh mijn god, ik own! I'm awesome! Langs de reeks 11, wow. Goed, geweldig! Nou, niks is geweldig bij mij, vind je het gek? Eindscore, nou 4 sterren, dat was beter dan die vorige. Laatste snik, oh, dat ben ik het de laatste seconde deed, awesome! Uitdagingen doet. Oké, ik heb ze uitbesloten dat ik die uitdaging niet ga doen. Maar nu heb ik met Ginny Wemel afgesproken bij het veld. Ben benieuwd of Ginny gaat zoenen in dit spel. Dat zijn Rick zoengeluiden. Maar die kennen jullie allemaal wel. Want ik zoen altijd met de microfoon. Zo klinkt dat dan. Oké, waar is mijn bitch? Henk, ben je daar? Nee. Deze toverdrank met Ginny Wemel. Ik vind het wel cool dat je zo loopt met zo'n toverdrank bij en shit. Ik hoorde dat niet. De lucht ziet er nog steeds fantastisch uit, want ja. Oh god. Ik heb een date. Oh god, ik ben die duelleerspeuken vergeten. Kut! Ah, lol. Wat nu? Wat moet nu? Oké, gewoon van links naar rechts, zo te zien. Oh ja, als je klikt, dan doe je dat. En als je cirkeltjes trekt voor mij, dan doe je dat. Oké. Gewoon klikken is de paralytisch. Goed genoeg. Ik ben ook aan het vechten met mijn toverdrank in mijn hand, want jij bent een gentleman. Oké, je gaat eraan. Ik ga dan trouwens het schild boven je bedankt. Omdat ik door dit duel weet dat daar een schild hangt. Handig. Ik ga hier naar toe voor extra verkrachting. Nu kan ik niet missen. Oké, en we gaan weer verder met verkrachten. En hij heeft het loodje gelegd. Dat ging beter dan verwacht. Oh, je anus. Nu weet jij ook hoe het voelt om. Oké, wie komt er naar me toe? Het is Mauro! Toch? Dat was geweldig, Harry. Hey Mauro, hoor je niet in de buitenland te zitten ofzo? Zeg,
Zou je ons misschien willen helpen? Ik ben de aanvoerder van Hufflepuff's duelleerclub. Ik had het gehoord, ja, je moet ook voor Hufflepuff en voor andere klassen duelleren. Ik wil nog eventjes duelleren voor Hufflepuff, vind ik wel leuk. Oké, maar we houden het kort. Luister allemaal, Harry gaat ons Protego leren. Onze jeugdkampioen. Wel een beetje raar dat ik andere afdelingen aan het trainen ben, zo van, ja, ik ben best wel een NSB'er, maar oké. Ga je gang. Oké, zo gebruik je Protego. Rechte muisknop. Oh, ik hoef alleen maar rechte muisknop te doen. Oké, dat is nice. Protego! Sorry, te laat. Weer te laat. Wat? Wat moet ik nou doen? Moet ik op het juiste moment klikken? Of moet ik hem ingedrukt houden ofzo? Ik ben even aan het testen hoor. Wat? Ik snap even niet wanneer ik nou moet timen. Oh, je moet hem echt heel erg ruim van tevoren gebruiken. Zodra ze afvuren, meteen Protego doen. Oké. Meestal iemand die op het laatste moment eventjes doet, maar zo werkt het niet. Kun je ons ook leren hoe je spreuken oplaadt? Nee. Laat eens zien hoe het moet, Harry. Nee, dat ga je niet doen. Zo gebruik je een opgeladen paralytis. Oké. Linker. Oh, en dan moet ik hem ingedrukt houden en dan... Bam! Oh! Dat is fantastisch! Bam! Oh, dat ziet er best wel cool uit met al het vuur en shit. Oké, dus als je de linkermuis ook ingedrukt houdt... God, Allah, slaat deze persoon neer tot de diepste onderdelen van de hel! Bam! Oeh, dat ziet er best wel pijnlijk uit, moet ik zeggen. Bedankt, Harry. En zo slaat God mensen dood. Schrijf je dan in op het prikbord daar. Ga je nog een keertje doen? Of gaan we dat nu doen? Ik heb een toverdrank. Ik ga wel even naar Ginny Way, mooi joh. Hoe je man. Je hebt helemaal niks aan die challenges. Die zijn gewoon meer voor de fun. En jullie zien echt liever de storyline. Deze serie wordt in het algemeen niet heel goed bekeken. Maar ik heb heel veel fans die waren toen ik al begon met YouTube geabonneerd. Waar ik Harry Potter spellen deed. Dus ik ga sowieso Harry Potter spellen blijven doen. Dus maak je geen zorgen. Hey Ginny. Ik heb slinksap voor je. En ik vind zelf Harry Potter games ook heel erg leuk. Fantastisch. Graag gedaan, bitch. Weet wat ik allemaal moest doen. Bitches houden, van als je ze bitches noemt. Zullen we naar Zwijnsveld gaan? Nee. Oh, sorry Harry. Ik heb met Dana... Kut! Hij bleef maar jammer omdat ik niet mee kon. En nu kan ik wel. Ja. Friendzoned. Ga dan maar met hem mee. Ik ga wel met hem. Ik ga wel met Hermeline. Okay. Seksen. Ja. Tot straks. Hey Hermeline, dat ging snel. Sloppy seconds. De toverdrank die aan Ginny gaf. Je bent toch niet weer dingen uit misschien, dat zoverdrankenboek aan het maken? Misschien. Je weet niet eens wie de halfbloedprins is. Snape! Ga naar Zwijnsveld. Yay. Pak de hand, Harry. Doe het. Of stop je hand in er. Dat kan ook nog. Dat is allebei goed. Weet je net welke van de twee het leukste vindt. Omdat die prins een beetje een foute... figuur. Nou, Snape is echt knapperd. Is dat niet Katja Bel? Ja, nu gaat ze over de lucht vliegen. Ik heb er niks mee te maken. Vlieg, mijn Katja, vlieg! Oh, Satan neemt je lichaam over. Yes. Hij ben je ook snel achter, Harry. Jemig. Oké, wat nu? Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. We zijn al aardig ver in de storyline. Er zit de film wel samen. We zijn maar halverwege de film. Dus ja, wat wil je nou meer? Malfidus wist van die ketting. Hij lag in de vitrine bij Ordis en Orlof. Oh, dat was wat ze bij Ordis en Orlof kochten. Ik weet het alweer. In het dames toilet. Hoe kan Draco hem daar hebben neergelegd? Veel succes vandaag, Ron. Je doet het vast geweldig. Oh, ik haat die vriendin van Ron, maar Ron ook, dus het is niet echt. Stoker mag mijn plek hebben. Sapje? Je ziet er vreselijk uit. Awesome, Luna heeft die Gryffindor dinges op. Die heeft ze ook in een boek. Geen idee waar je het over hebt. En dan denkt Ron dat Harry Felix Fortunatus in zijn drankje heeft gedaan. Dan denkt dat hij dus heel goed kan zwijpallen. Maar eigenlijk heeft Harry helemaal geen Felix Fortunatus in zijn drankje gedaan. Ga naar het zwembadveld. Oké, Dan. Henkie! Altijd Henk gebruiken. Ik volg je, Henk. Jij houdt van mij, ik hou van jou. Samen gaan wij naar het zwembadveld. Oh, hier naar beneden? Oké, Henk. You tell me. Jij zegt het, Henk. Als Henk het niet weet, weet niemand het, jongens. Dat is de regel. Oh, moet ik hier doorheen? Oké, ja, blijkbaar. Hoe doe ik dat? Enter. Charmante Palagon. Wat een mooi wachtwoord. Vriend. Alweer gefriendzoned. 2 keer in 1 aflevering. Dit is niet normaal. Oh, er zit een ding op. Best wel cool verstopt, trouwens. Even kijken. Moet ik dat hier? Zou ik dat hiermee doen? Is dat slim? Dat moet even hoger. Hoe doe ik dat hoger? Ja, ik weet niet. Kan ik hem gewoon af, zeg maar, heksen? Lijkt er niet op, hè? Ik weet niet. Ik heb geen zin om er veel moeite voor te doen. Dus ik ga lekker verder. Whatever. Ik volg je, Henk. Ik erg me wel een beetje aan die zwarte lucht. Maar ja, eigenlijk boeit het helemaal niet zoveel, hoor. Maar niet zoveel uit. Oké, we zijn er. Kijk. Daar heb je Pottertje en Wezelkoning. Jullie kunnen het vandaag schudden. Zwadderaars zijn de beste. Laat dit maar aan mij over. Ik loop over van zelfvertrouwen. Cool. Nou Ron, ik zie dat zelfvertrouwen spat er vanaf. Nu jij nog, Potter.
Eens kijken wat je nog van zwerfbal bakt. Als ik paralytus gebruik. Oh nee toch. Zo boos ben ik nu. Oh fuck, hij doet gemeen. Hij speelt gemeen, hij speelt vies. Ik hou niet van zwadderaars die vies spelen. Wacht, alle zwadderaars spelen vies. Dat is een beetje... Oh fuck, hij speelt echt vies. Ik speel niet zo vies, wacht. Sta op en voel mijn krachten. Je lichaam openrijten. Oh fuck. Fuck. Oh fuck. Nee, ze vinden het niet leuk. Had ik eindelijk een keer van lekker goed opgeladen spreukje? Nee hoor. Oh, ik had natuurlijk ook nog zo'n spreuken weer kaatsen. Wat ook wel het leuk is. Als ik een beetje afstand van hem neem, kan ik dat waarschijnlijk wel proberen. En wat spreuken weer kaatsen. Gewoon allemaal blijven weer kaatsen. Oké, dat werkte ook niet helemaal. Gast, nee. Niet rape als ik op de grond lig, hè. Ik ga serieus verliezen van deze gozer. En hij is echt zo'n loser figuurtje waar niemand van verliest. Hier, ik protego jouw protego. Up in this bitch. Oh, dat ging bijna goed. Kut, het gaat echt totaal niet lekker. Kut! Oh, ik glitch in één keer heel erg cool. Nice glitch, Harry. Nee. Niet dood. Protego gebruiken werkt echt niet voor mij. Het is echt niet iets voor mij, weet je. Ik moet gewoon blijven dodgen. Dat werkt een stuk beter. Oh fuck, hij doet triple protego's en shit. Oké, even snel dit. Nou, kut, Harry, je bent kansloos. Zo dichtbij. Win, yes! Zo close, maar we hebben gewonnen. Niet slecht, we hebben gewonnen. Sorry, Harry. Oké, ik hou nog steeds van je rondje. Ronnepon. Ik zag net in de cutscene van het gevecht dat hier een uitdagingsschild lag. Nou, als hij er toch ligt, kunnen we hem zo goed meteen even pakken. Oh, dat staat Henkie. Oh, Henk is er wel nog. Dat heb ik Henk had weggetoverd. Dat zou niet leuk zijn. Ik volg je, Henk. Love you. Oké, we hebben echt de helft van het schoolgebouw nog niet gezien. En we zijn ook al een beetje op het helft van het spel. Dus waarschijnlijk gaan we een groot deel van het schoolgebouw niet zien. Oh, dan moet ik even eentje reparoen. Ik weet het niet. Is het Engels gewoon reparo? Ik denk het, want dan zit het woord repair in, weet je wel. Ondanks dat het waarschijnlijk van Latijn komt. Reparo klinkt gewoon Latijn. Want alles wat eindigt op een O is meestal ik in het Latijn. Net zoals crucio betekent ik kruisig. Hey, Latijn met Rick. Crucio betekent ik kruisig. En reparo zal waarschijnlijk zijn ik repareer. En ik weet niet wat actio was. Dat heb ik ooit gehad met Latijn. Dus ja. Latijn is leuk hoor. Het enige leuke aan Latijn is eigenlijk Harry Potter spreuken kunnen vertalen. Zoals Wingardium Leviosa komt niet eens uit het Latijn. Dat is gewoon een feit. Even kijken, we volgen Henkie weer. Lekker snel. Ik ben een spook. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik Harry. Ik ben Harry. Nee, dat bespaar ik jullie. Oké, we gaan wel lekker snel zo, Henkie. Hey, pak ze nou mijn hand vast. Zo, van, je bent mijn vriendje. En toen trok ze aan me. Ha, ze trok aan me. Wat is dat? Doe je mesbom uit de doos. Oké, wat kan ik ermee doen? Dat. Wat kan ik ermee doen? Oké. Serieus, wat moet ik ermee? Maar misschien moet ik die tegen dat ding niet gebruiken. Kut, dat ging niet zo goed. Ik heb beter gezien, Harry. Moet zeggen. Wow, dat was leuk. Oké, ik volg jou, Henk. Richting het zwerkbalveld, zeggen ze altijd maar. Hebben jullie wat minischilden pakken? Altijd leuk, een beetje wat minischilden. Oude vertrouwde minischilden. Met een geslaagde depulsaspreuk kun je nog meer miniwapens pakken. Wow. Oh yes, ik heb een minischild verdiend. En eigenlijk een groot schild bedoel ik. Of is het een minischild? Er zijn niet dan micro schilden. Dat zou best kunnen. Net zoals je hebt minigames. En in WarioWare heten de minigames van 3 seconden heten microgames. Vind ik best wel cool. Dat schild had ik al. Dat was voor mij het begin van de vorige aflevering. Ja, dat klopt. Oké, Henkie, waar gaan we heen? Where to? We moeten hier de trap eraf. Hier was ik eerst al met Katja, maar nu met Henkie. En toen moesten we hier duelleren zeker. Ja, toen moesten we... Nee. Niet. Don't be ridiculous. Ze doen niks dan afluisteren, loeren, samenspannen. Die zwerkbalspelers. Zo luidruchtig, zo wild. Oh, sorry. Ik vraag mijn team wel om zachtjes te doen als ze langs u lopen. Je bent één van hen. Een aanvoerder nog wel. Dan gebruik je mijn sluipweg niet. Dat doen alle aanvoerders. Maar wel goed is gekookte kevers. Gekookte kevers. Hij zegt het zo grappig, gekookte kevers, alsof hij heel bang is. Wat grappig is, want als jullie mijn Harry Potter en de Orde van de Phoenix Let's Play hebben gezien, moet ik heel vaak langs dit portret. En iedere keer zeg ik dan oorwormen. En zegt hij, ze zitten overal! Hij is een beetje paranoïde, zeg maar, in het vorige spel. Dan zei je oorwormen en dan zei hij, ze zitten overal. En dan ging hij helemaal paranoïde. Ik vond hem in deel 5 vond ik wel erg vet met dat oorwormen en shit. Maar oké, je kan niet alles hebben, hè. Moet ik hierheen? Ja, we moeten zwerkballen, dus zal we hierheen moeten. Goed, boy, boy. Gaat hem miauw. Wie ben je eigenlijk? Oh, je bent Ginny. Ik ga zwadderig inmaken. Waar heeft hij last van? Hij heeft vandaag Herpes. Gewoon een geluksdag. Goed, tijd voor hem, onze warming-up. Seks. Warming-up, seks. Waarom is alles seks bij jou, Rick? Dat is een goede vraag.
Dat zou een nieuwe film zijn. Eerst had je Alles is Liefde. Nu heb je sinds kort Alles is Familie. En heb je nu Alles is Seks. En dat zou deze serie goed beschrijven. Hop, gaat ie. Omhoog gate onze Harry. Oké dan. Okie dokie. Nee, serieus Harry. Oh, vet. Even warming up hier natuurlijk. Oh god. De timer zegt. De aflevering zit erop. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de 40 likes te doen. Tot de volgende aflevering van Harry Potter. En de... De Half-Blue Prince. Oh, we moeten maar de 25 van die ring heen. Waarom staat er tussen haakjes 538? Waarom? Zijn er zoveel? Moet ik 538 bellen op mijn mobiel? Waar de fuck is Harry's litteken? Sinds wanneer is zijn litteken zo lichtjes? Sinds wanneer heeft Harry van die mooie, gepruimde lippen? Dat weet ik niet. Volgende aflevering komen we erachter. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken als jij hem leuk vond. Zie ik bij de volgende aflevering van Harry Potter en Half-Blue Prince. Bedankt voor het kijken van deze avond tot de volgende aflevering. Doei!